allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer echt een heleboel nieuwe make-up testen, jongens. Zowel betaalbare als dure high-end producten. Ik heb zelfs een make-up product van Dolce & Gabbana. Like what? Ik wist niet eens dat we make-up hadden. Ik heb dus een hele pakket met make-up ontvangen van Look Fantastic. En deze video is ook in samenwerking met hun. Alle make-up is nieuw. Dus alles is helemaal nieuw. Ik heb nog niks getest. Dit was een eerste indrukvideo samen met jullie. En we gaan kijken welke producten goed zijn of niet goed zijn. Want ondanks dat ik alles gratis heb ontvangen, houdt vast niet in dat ik alles goed ga vinden. Dat kan wel, maar dat gebeurt bijna nooit. Dus ik hoop gewoon dat het meeste goed gaat zijn, want dan heb ik tenminste niet voor niks. En ja, dan weten jullie ook weer wat jullie kunnen aanschaffen. Alles wat ik vandaag laat zien staat ook beneden in de beschrijving. En ik heb ook een kortingscode voor jullie en dan hoef je een stukje minder te betalen. En met een aantal van deze producten is dat echt wel iets wat je heel graag zult willen, want een aantal dingen zijn echt duur. Dus ja, we gaan gewoon vandaag met z'n allen kijken wat we van al deze producten vinden. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn vier video's in de week. Twee video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, ik heb nog helemaal geen make-up op. Zoals je kunt zien, alleen maar dagcrème en mijn wenkjes hebben gedaan. En we gaan beginnen vandaag met de gezichtsmake-up. Ik ga even mijn haar een klein beetje naar achteren doen. Oké, ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Met deze NYX primer. Dit is de NYX Makeup Blurring Vitamin E Infused Pore Filler Face Primer Stick. Nou, dat is een lange naam voor zo'n kleine primer stick. Hij kost slechts €9,45. NYX is nooit heel goed duur, bedoel ik. Even kijken. En dit is dus gewoon voor hevel bij je poriën. Als je die iets minder wilt maken. Ik vind zo'n stick altijd heel erg fijn. Dus ik ben benieuwd of hij echt goed gaat zijn. Hij is gewoon zo wittig. Laten we kijken of het ook echt iets doet. Ik ga even hier kijken om het wat beter te zien. Hij voelt wel heel fijn aan. Zeg maar, het voelt alsof je niks hebt op je gezicht. Alsof je niks aanbrengt. Maar het maakt wel echt smoother, ja. Oh, ik zie echt verschil. Oh, ik ben in shock. Het is niet heel veel verschil. Ik heb een andere en die vind ik echt beter. Ik heb hier ook een primer stick van Olay. En deze is echt amazing. Als je deze aanbrengt, hij heeft ook een beetje kleur. Dan is het echt helemaal smooth en helemaal weg. Ik vind hem een tikkietje beter dan deze. Maar ik moet zeggen dat hij wel gewoon echt doet wat hij moet doen. Ook een beetje hier zo, bij mijn kin. Hoeft niet per se, maar dat doe ik gewoon. Ja, het is echt minimaal. Ik denk dat als je echt hele extreme grove poriën hebt, je dit niet per se zult willen. Maar als je gewoon een klein beetje hebt, net als ik dan vind, denk ik wel fijn. Het maakt ook niet heel erg mat. Die andere stick die ik net liet zien, die maakt ook echt heel erg mat. Dus heel fijn als je ook een vettige huid hebt. Dus deze zou ik alleen maar aanraden als je sowieso al niet veel hebt als mij. En ook een droge of normale huid hebt als ik. Dus dan is hij wel gewoon oké. Maar voor de rest, ja. Anders zou ik hem echt niet aanraden. Dan heb ik natuurlijk ook een nieuwe foundation. Dit is de IT Cosmetics Your Skin But Better CC Plus Cream. En hij kost €32,95. Oké, jongens. Deze, ik heb hier heel veel goede verhalen over gehoord. Heel veel mensen vinden hem fijn. Ik heb nog nooit iets gehad van IT Cosmetics. Terwijl ik wel altijd hele goede verhalen hoor over al hun producten. En dan vooral over deze cream. Ik heb hem in de kleur medium. Er zijn niet heel veel kleuren. Dit zijn alle kleuren. Er staat dat het je gezicht mooi smooth maakt en je ook een hele mooie glow geeft. En het hydrateert. Ja, dat doet nou echt bijna elk product voortaan. En er staat dat het ideaal is voor de oudere huid. Daar is IT Cosmetics ook wel een klein beetje op gericht. Ik ben pas 28, maar ja, who cares? Er staat niet per se iets over de dekking. Weet je wat? Ik ga hem gewoon aanbrengen. Er zijn wel ook echt een heleboel goede reviews erover. Dus dat is top. Iemand zegt ook van je hoeft maar heel weinig te gebruiken en zo. Oké, nou laten we het gewoon gaan doen. Dit is hem dan. Hebben we een pompje? Ja, we hebben een pompje. Ik hoop dat de kleur gewoon goed is, maar daar ga ik wel vanuit. Oké, dit is dan één pompje. Laten we kijken hoe ver we daarmee komen. Want die vrouw online zegt dus dat je niet veel hoeft te gebruiken. Dus daar ga ik gewoon uit. En dat klopt ook echt. Dit is slechts één pompje. Oh my gosh, dat is echt genoeg voor je hele gezicht. Ik moet ook zeggen, het ruikt echt heerlijk. Het heeft een heerlijke geur. Oeh, en de kleur is ook echt perfect. Trek het ook altijd door naar je nek. Anders heb je zo een masker effect. En dat wil je niet. Oh, het heeft wel echt wel dekking. Het is geen lichte dekking. Het is gewoon een medium-achtige dekking. Oh, wauw. Het is echt heel mooi. Het geeft inderdaad een hele mooie lichte glans. Ik ben in shock. Dit is echt heel mooi. Konden jullie het maar ook gewoon zien hier zo in het echt? Zien jullie die hele lichte glow die het geeft? Niet veel. Gewoon heel mooi naturel. En je hoeft echt maar weinig te gebruiken. Echt waar. Ik heb nou een stuk minder gebruikt dan wat ik normaal doe. Het is echt heel mooi. En het heeft ook wel gewoon echt wat dekking. Het is niet per se een lichte dekking. Ik ben in shock. En ik zie ook waarom het goed is voor een oudere huid. Want het gaat niet echt in de lijntjes en zo. Dan heb ik ook een nieuwe concealer. Van Makeup Revolution heb ik de In Real Life Filter Finish Concealer. En hij kost €8,45. Makeup Revolution is dus echt altijd heel betaalbaar. En ik vind het een van de beste betaalbare merken. Ik weet nog een aantal jaar geleden op mijn kanaal. Ik reviewde zoveel producten van Makeup Revolution. Toen waren ze ook echt een hele hype. Nu iets minder. Maar
Maar toen was het echt zo de brand. Dus het was echt geweldig. Dus ik ben benieuwd hiernaast. Ze hebben volgens mij ook zo'n foundation. Ze hebben een hele in real life collectie volgens mij. Maar ik heb voor nu dus echt alleen maar de concealer. Ik heb hem in de kleur C5. Ik vind hun kleuren altijd zo moeilijk. Maar C5 is voor concealer gewoon een lichte kleur. Dus ik denk dat die goed is voor mij. Ik wil altijd dat de concealer een volledige dekking heeft. En dat heeft hij. Staat online. Het heeft een soft matte finish. En het moet 16 uur goed blijven zitten. En het moet ook alle donkerheden die je hebt helemaal verhullen. En die heb ik echt zoals je kunt zien. Dus ja, dat vind ik altijd belangrijk in een concealer. Dus ja, ik ben benieuwd. Er staat ook dat hij niet creased. Dat hij zweetproof is, waterproof is, vegan en cruelty free. Nou, let's do it. Laten we het gewoon proberen. Oeh, wat een aparte applicator. Zo een beetje schuin. Oh ja, de kleur is op zich wel goed. Oeh, hij voelt heel dun aan. Hij voelt niet aan alsof hij heel goed dekt, maar ja, dat zullen we wel zo zien. Ik breng lekker veel aan, want dat doe ik altijd. Ik hou van concealer. Dat is echt mijn fave make-up product, omdat het gewoon zoveel verschil maakt. Als ik geen concealer op heb, dan zie ik echt gewoon, dan zie ik er zo moe of ziek uit ofzo. I love concealer. Ik kan niet zonder. Oh, opmaken met een pony is echt het irritantste ever. Nou, ik denk dat alle claims die online staan echt kloppen. Zien jullie dit? Hij heeft echt een goede dekking. Hij heeft inderdaad een soft matte finish. Hij is mat, maar heeft nog wel wat hydratatie erin, zeg maar. En ik vind de kleur echt prachtig. En het blendt echt super smooth in. Wow, ik ben echt een beetje in shock. Hij is echt heel... Heel mooi jongens, tot nu toe gaat het echt goed. De primer was het enige waarvan ik iets had van, ik weet niet of die echt geweldig is. Maar de foundation en de concealer ook samen, ze werken echt heel goed samen. Terwijl het echt twee hele verschillende brands zijn. Ja, I like it. Ik hoop dat die ook gewoon goed blijft zitten. Dan ga ik verder met een cream stick contour. Van Sosu heb ik de cream stick in de kleur 03 dark contour. Oké, dit is dus een heel betaalbaar merk. Hij kost ook maar 15,45. Ja, is niet heel goedkoop, maar op zich nog wel net betaalbaar. Dus laten we gaan kijken. Qua kleuren was ook een beetje lastig. Ik ben gegaan voor dark. Want ja, er was niet echt het. Het was gewoon of licht of dark. Dus ja, er was niet echt iets anders. Dit is de kleur. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij toch wel echt te donker gaat zijn. Maar ik breng gewoon een heel klein beetje aan. Nee, het valt op zich wel mee. Ik denk dat het wel oké is. Ik begin gewoon met weinig. En mocht ik meer moeten hebben, dan breng ik wel zo meteen meer aan. Oké, hele mooie kleur. Ik vind hem niet per se te donker. Ik hou wel van een beetje een... aanwezige contour, want daar doe ik het voor. Ik wil niet dat mijn hele gezicht contour aanbrengt en je het vervolgens gewoon niet ziet. En er gaat nog blush op en zo, dus dan is hij ook weer wat minder te zien zometeen. Dus in het begin moet je wel echt opvallen, want als er nog allemaal andere producten opgaan, ja, dan valt het vaak helemaal weg als het nu al niet opvalt, als je begrijpt wat ik bedoel. En hij blendt ook gewoon goed in. Hij is lekker creamy. Oh, I love it. Volgens mij is dit te koop bij Primark, but I'm not sure. Ooit wel in ieder geval, maar ik weet niet of het nu nog daar is. I like it. Het heeft mij heel mooi gebronst. Oh jongens, ik vind het echt heel mooi. Lekker creamy en het blendt niet helemaal weg. I love it. Dan heb ik ook nog een cream blush. Van Nude Sticks heb ik de Nude Sticks Nudies in de kleur Bloom. Nude Sticks is ook een brand waar ik heel veel goede verhalen over heb gehoord. Ze hebben allemaal van die, ja, van die sticks. Letterlijk, het staat ook in de naam. En ze hebben contours, ze hebben blush, ze hebben highlight en allemaal in zo'n cream stick. Ik vind de verpakking ook heel uniek. Zo'n verpakking zie je niet heel vaak. En ik heb dus de kleur Bloom. Dat is een blush. Ik ben heel benieuwd, want ik heb echt heel veel goede verhalen hierover gehoord. Dit is dan de stick, gewoon zo normaal een beetje dikke stick. En dit is de kleur. Oh my gosh, is dit niet de mooiste blushkleur ever? Oh, I love it. Kijk hoe mooi. Dit is echt geweldig. En dan aan de andere kant heb je ook een kwastje om het zo mee uit te blenden. Ik gebruik dit soort kwastjes nooit. Oeh, het blendt wel echt helemaal weg. Oké, ik weet niet of dat heel goed is. Maar ik gebruik mijn blushkwast die ik gewoon altijd gebruik. Of misschien ook gewoon mijn spons kan ook. Oh, en hier heb je ook een spiegel. Oh, wat handig. Ik wilde hem net wegpleuren, maar nu ik zie dat dit erin zit, dat is wel echt handig op zich. Ik denk dat ik hem hierin... Ja, nee, trouwens. Ja, nee, ik doe hem weg. Oké, dan breng ik de stick gewoon een klein beetje hier aan. Hij is wel een beetje stroefjes. Dat vind ik niet zo fijn, want dan gaat vaak de make-up eronder ervan af. Dat is niet wat je wil. Ja, en dan gewoon zo uitblenden. Ik hou van cream blushes, die gebruik ik echt heel vaak. Ik vind de kleur echt prachtig. En ook weer hierbij, ik breng altijd best wel veel aan. Want er gaat allemaal poeder op en allemaal andere shit. Dus ik wil dat je het dan nog wel ziet. En ik zie dus vaak, wanneer ik te weinig cream blush aanbreng, dat op het einde van de look is het gewoon helemaal niet meer te zien. Dus als je nou iets hebt van Sarah, het is iets te veel. Dat is de bedoeling. En dan doe ik het ook altijd met mijn spons een beetje zo inblenden. Klein beetje stroef. Ik moet zeggen, ik heb betaalbare blushes die ik beter vind. En die ook creamy zijn, maar die niet zo stroef aanbrengen. Maar op zich, ik vind het wel... heel mooi uitzien. Ik zie hier ook letterlijk, het heeft mijn make-up eronder afgehaald. Je ziet het er gewoon zo op zitten.
Ja, ik heb echt letterlijk andere cream blushes die dit niet doen. Dus ook voor die prijs, 35 euro. Ik weet niet. Ik vind het altijd heel raar als mensen echt massaal over iets raven. En dat ik het dan zo niet goed vind. Maar toch is het echt zo. Ik weet niet, het is wel mooi, maar er zijn betaalbare die beter zijn. Oké, dan heb ik ook nog een nieuwe losse poeder. Dit is de By Terry Hyaluronic Hydra Poeder. En hij kost 48,95 euro. Die prijs is wel voor de full size. Dit is volgens mij de kleinere versie. En er staat online dat hij ook echt een beauty award heeft gewonnen in 2021. Dus hij schijnt echt heel goed te zijn. Wanneer ik zo'n wittige poeder zie, ben ik altijd een klein beetje sceptisch. Maar we will see. Er staat dat het niet uitdroogt en echt zo heel mooi blurs, mat maakt. En je make-up echt vast zet. Dus echt vastlokt op je gezicht. Nou, ik ben benieuwd. Laten we het gewoon proberen. Er zit dus ook hyaluronzuur in en zo. Dit is wat je dan krijgt. Maar ik wil altijd gewoon heel dit ding eruit hebben eigenlijk. Wel heel handig zo klein. Is handig voor de prijs. En ik ga echt regelmatig weg. Dus dat is wel fijn om mee te nemen. Als hij goed is in ieder geval. Kijk, ik haal altijd gewoon heel dit ding eruit. En dan heb je hier zo gewoon zo de poeder. Ik kan het niet schuin houden. Anders flikkert alles eruit. Oké, nou laten we kijken. Altijd eerst de creases van de concealer weghalen. Dus niet een poeder aanbrengen terwijl het creased. Want dan ga je de creases juist zo vastlokken. En dat wil je niet. En dan heel snel gaan aanbrengen. Oh, hij is wel echt heel wit. Hij voelt wel super smooth aan. Dat is wel fijn. Oh, hij voelt ook een beetje nattig aan ofzo. Dat is een apart gevoel. Wow, hij voelt echt een beetje nattig aan. Dit is zo raar. Ik ga stuk. Wat is dit? Hier overal waar ik concealer heb gedaan. En hij ruikt ook heel apart. Wow, dit is echt de raarste poeder ever. En dan weer snel afhalen. Wow, hij voelt echt zo smooth. Het voelt gewoon alsof mijn kwasten zo afglijdt, zeg maar. Wow, dit is echt een hele uniek iets. Dit is echt heel uniek. Dit heb ik echt nog nooit... Wow. Ik glij gewoon echt uit. Ik ga stuk. Misschien moet je niet zoveel aanbrengen. I'm not sure. Maar dit is gewoon altijd hoe ik het doe. Ja, het maakt echt goed mat. En het blurt ook echt, ja. Ik zie niet heel vaak dat iets echt blurt. Deze wel echt. Wow, jongens, het voelde letterlijk nat aan. Ik heb nog nooit een poeder aangebracht. Gewoon een droge poeder die nat aanvoelt. Dat was zo'n raar effect. En ook hoe alles er gewoon zo afglijdt. Zeg maar, helemaal kwast gleden gewoon helemaal zo vanaf. Dit is wel echt heel uniek. Ik denk dat je hiermee niet moet baken. Maar gewoon een beetje meer losjes moet aanbrengen ofzo. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, eerlijk gezegd. Ik wacht even tot het einde van de look om echt mijn mening te laten weten. Maar voor nu, het ziet er wel oké uit. Ik vind wel alleen het mist een klein beetje dekking. Het heeft echt helemaal nul dekking. Ja, en dat is iets wat ik wel altijd een klein beetje wil in een poeder. Maar ja, dat is ook een klein beetje gewoon een persoonlijke voorkeur. Ja, dus ik moet er nog even over nadenken. Maar het is wel echt heel uniek. En het laat mijn gezicht heel mooi en smooth achter. Ik denk dat ik hem wel mooi vind. Het is echt heel smooth en het droogt helemaal niet uit. En dat heb ik vaak hier zo wel zo bij mijn neus. Dan ga ik eventjes snel mijn neus contouren. Ben ik zo terug. Ja, mensen, ik ben weer terug. Ik heb net ook even mijn gezicht gespreid. Ik ben toch niet zo blij met die poeder. Hij is ook te glad. Dus ik wilde mijn contour aanbrengen. En het gleed er gewoon helemaal vanaf. En het brak niet aan. Dus het is niet zo handig als je nog in wilt gaan met andere make-up erop. Ja, en dat wil eigenlijk bijna denk ik iedereen altijd wel. Dus ik weet niet precies waarom die echt een prijs heeft gewonnen, maar ik vind hem niet zo. Ik ga eventjes snel verder met de ogen, want ik heb ook een eyeliner. Van Ila Maska heb ik de Wet Liquid Liner No No No. Hij kost 24,45 euro. Ila Maska, ik weet begon niet of ik het goed uitspreek, maar ik heb dit merk vaker getest. En hij is best wel goed. Hij is niet al te duur. Ook niet heel goedkoop. Een beetje middencategorie, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd naar deze zwarte eyeliner. Ik heb verder vandaag geen nieuwe oogschaduw, dus dit wordt mijn ooglook. En het is gewoon zo'n zwart kwastje, als dat we gewend zijn. En laten we kijken. Hopelijk is hij mooi zwart en goed zwart en mooi mat. Oké, dit is niet echt mijn mooiste wing ever, maar whatever. Dat ligt aan mij, niet aan dit product, want het is een goed product. Hij is echt super zwart, een mooie mat. Hij is nou nog een beetje aan het opdrogen en hij droogt wel echt snel op. Dus je moet wel een beetje snel werken en weten wat je doet, want het geeft niet heel veel ruimte voor fouten. Maar ja, ja, ik vind dit dus echt niet mooi. Ik heb dit echt niet mooi gedaan, maar dat ligt echt aan mij. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Maar goed, dit is dus de eyeliner en die vind ik fijn. Ik heb geen wimpers, dus ook geen nieuwe mascara. Ik heb wel nieuwe nepwimpers. Van Eyelure heb ik de Volume Number 112 Lashes en deze kost 11,95 euro. En van SoSu heb ik de Premium Lashes in de stijl Su en deze kost 6,95 euro. Nou, ik vind ze er allebei prachtig uitzien. Deze zijn ietsje meer naturel en deze ietsje voller en wat meer glam. Als ik zo naar beide kijk, spreekt toch wel deze mij iets meer aan. Want jullie weten, ik hou van wat meer heftiger wimpers. Kijk hoe mooi ook hier.
Zo mooi lang en zo gekruld. Ze zijn vooral heel mooi gekruld. En dat mis ik een beetje bij deze andere. Deze zijn ook niet heel duur. Wel ietsje meer dan deze, maar niet heel duur. En ja, I love it. Dus deze ga ik eventjes opdoen en kijken wat ik ervan vind. Er staat hier ook Extreme Curl. Ja, daar hou ik echt van. Ik hou ervan als mijn wimpers echt zo helemaal omhoog zijn gekruld. Ik overdrijf niet als jullie mij met letterlijk geen enkele andere wimper meer op gaan zien. Want dit is echt fantastisch. Zien jullie wat ik zie? Zien jullie hoe geweldig dit is? Oh my gosh. En ze zijn niet eens duur of zo. Kijk hoe mooi vrouwelijk, hoe mooi... Och, I just love it. Ze zijn zo mooi omhoog gekruld. Ze maken mijn ogen zo heel mooi amandelachtig. Terwijl dat heb ik niet. Mijnen zijn echt gewoon zo rond. Dus echt, jullie gaan me echt niks anders mee zien opdoen. Dan gaan we een klein beetje bronzen. Ook van It Cosmetics heb ik hier de Bye Bye Pores bronzer. En ik heb hem in de kleur Beach. Oké, nou, ik dacht, ik heb nog nooit iets gehad van It Cosmetics. Dus laten we nu gelijk twee producten nemen in de kleur Beach. En het is dus echt een hele mooie matte bronzer. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. En dan als je dit omhoog doet, heb je hier ook een kwastje die niemand gebruikt. En dan ook een handige spiegel erin. I love it. Ik vind de kleur er echt heel mooi uitzien. En ik hou van bronzer. Ik vind het echt heel mooi om zo heel mooi gebronzen uit te zien. Dus laten we hem aanbrengen. Hij ruikt ook echt heerlijk. Oh my gosh, wat een heerlijke geur. Heel mooi. Ik moet eerlijk zeggen, als ik cream contour aanbreng, doe ik normaal niet meer echt bronzen, want de cream contour heeft dan een klein beetje gebronsd. Maar dit is wel echt heel mooi. En hij ruikt echt fantastisch. Wat is het voor geur? Ik ben echt onmogelijk in geuren beschrijven. Dan het duurste product van vandaag. En dat is een soort van illuminating powder. Van Dolce & Gabbana heb ik de Solar Glow Illuminating Duo in de kleur 3 Golden Sand. Wie wist dat Dolce & Gabbana make-up heeft? Ik wist dat niet. Als jij dat wist, laat me weten in de reacties. Maar ik wist van niks. Hij kost €63,95. Dat is een hoop. Wel een hele mooie gouden verpakking. En dan als je hem eruit haalt, is hij ook in zo'n hele mooie Dolce & Gabbana zakje. Echt super zacht en zo fluweelachtig. Dus dat is allemaal heel chic. Ik vind ook deze verpakking. Het geeft mij een beetje Griekenland vibes. Wel echt prachtig. En als je hieronder op het knopje drukt, dan gaat hij zo open. En dit is het dan. Het zijn twee glanzende kleuren naast elkaar. En je moet ze gewoon mixen en dan zo aanbrengen als een hele mooie glow. Dus ik ben benieuwd. Het ruikt ja gewoon naar make-up. Ik ben heel benieuwd of dit mij zo'n mooie soft glow geeft, zeg maar, die niet per se opvalt. Een beetje net als dit paletje van Dior, die geeft ook zo'n hele mooie lichte glow. Ik verwacht een beetje dat effect. Ja, er staat ook online dat de twee kleuren in harmonie met elkaar samenwerken. Ik maak eerst echt mijn kwast echt goed schoon in dit schoonmaaksponsje. En dan mix ik gewoon een beetje allebei. Maar ik ga wel vooral in die lichtere kleur. Oké, laten we kijken. Ik ben nu echt helemaal mat. Ja, het geeft echt een hele lichte glow. Zien we dit? Oh, ik vind het wel mooi, denk ik. Oh, wauw. Het geeft echt zo'n glow zonder echt too much te zijn. Ik ga het even ook pakken met een heel klein kwastje voor mijn neus. Zien of dat hij ook echt goed is voor echt een meer heftige highlight. Ja, kijk. Zoals je ziet is het niet super heftig. Het is echt gewoon een hele lichte glow. Ik vind hem wel heel mooi. Weet je wat ik ga doen? Ik pak mijn blushkwast die ik gewoon normaal gebruik met normale poederblushes. Even schoonmaken. En ik ga gewoon in dit hele ding. En ik ga gewoon zo over mijn hele wang. Gewoon om zo een hele glow te geven. Ik denk dat dat wel mooi is. Ja, ik weet niet of het echt goed oppakt op beeld. Maar het geeft zo'n hele mooie glow. Oh wacht, ik heb nog hier zo'n lijn gemaakt. Is het nou echt de prijs waard? Denk nou echt van, het is echt €64 waard. Dat weet ik niet, maar als je zoiets zoekt, dan is het wel echt iets wat doet wat het moet doen. Ook vooral als je wat meer textuur hebt op je huid, maar wel een mooie glow wilt hebben. Een heftige glow laat altijd heel goed de textuur zien op je huid, dus dat wil je dan niet gebruiken. Maar dan is dus zoiets echt ideaal. Oh, er is hier een lange haar. Wat ben je aan het doen? Ja, heel mooi. Ik ga gewoon nog meer aanbrengen. Ik vind het zo mooi. Ook heel mooi om aan te brengen over je bronzer. Om het een beetje meer een glow te geven. En dan heb ik ook nog een lip combo. Allebei van MAC. Ik heb de MAC Lip Pencil in de kleur Strip Down. En ik heb de MAC Locked Kiss Ink Lip Kleur in de kleur Teaser. Nou, ik ben vooral heel benieuwd naar deze lipstick. Lippot loodjes van MAC. Ja, die heb ik al heel vaak gehad. En zijn echt amazing. Alleen de kleur Strip Down heb ik nooit gehad. En ik zie heel vaak bij andere vloggers dat ze deze gebruiken. Het schijnt een hele mooie bruinige kleur te zijn. Ja, kijk hoe mooi. Het lijkt een beetje op de Sweet Tea die ik normaal gebruik. Dus deze ga ik nu gebruiken. Ja, en dan heb ik hier een nieuwe formule, de Locked Kiss Ink. Volgens mij is die nieuw, but I'm not sure. Ook in een beetje een mooie bruine nude kleur. Bruin nude is mijn fave kleur. Dus deze lijkt mij ook echt heel mooi. Oh my gosh. Even ernaast doen.
Ja, dit lijkt me echt de perfecte nude combo. Oh my gosh, kijk hoe mooi. En je hebt hem nog echt in een heleboel andere kleuren. Volgens mij is hij gewoon mat. Ik ga even kijken. Ja, er staat dat hij 24 uur op je lippen blijft zitten. Daar hou ik van. Wij willen niet allemaal onze lipkleur bij werken de hele dag. Hij is kiss-proof, transfer-proof en waterproof. Het is een liquid lipstick. En er staat dat het echt moet aanvoelen alsof je niks hebt op je lippen. Dus een mooie, matte, lichte formule die de hele dag goed blijft zitten. Oké, laten we kijken. Ik heb nou een balmpje op. Ik haal het er even af. Ja, dit is wel echt fantastisch. Er staat ook online dat van alle lipproducten van MAC deze het langste blijft zitten. Dus ik ben benieuwd. Ik vind hem heel mooi. Deze kleur heeft een klein beetje een oranje ondertoon. Ik ben niet per se een hele grote fan van oranjeachtige lipsticks en een oranje ondertoon. Maar het is wel echt heel licht. Dus dat valt verder niet op. Dit lippotloodje is ook echt amazing. I love it. Het voelt inderdaad echt alsof je niks hebt op je lippen. Ja, I like it. Allebei de producten. En last but not least, iets van Iconic London. Van Iconic London heb ik de Prep Set Glow Spray. Hij kost €27,95. Dit was een aantal jaar terug, dus zo lang is hij er al, een van de eerste, of echt gewoon de allereerste, glowy spray. Dit was echt het begin van de glowy sprays. En deze scheen dus heel goed te zijn. Ik heb hem gewoon in de kleur Original. En hij is echt prachtig. Hij kost wel wat, maar hij geeft dus echt een hele, hele mooie glow. En hij is ook mooi om te gebruiken als prep. Dus voordat je je make-up aanbrengt, om je gezicht gewoon te preppen. Of daarna, ik doe altijd vaak dit soort sprays ernaast. Erna. Je moet hem wel goed schudden, want anders komen er allemaal van die klonten op je gezicht en dat wil je niet. En dan gewoon op je gezicht sprayen voor een prachtige glow. Wow, het heeft echt een hele zachte mist. Dat vind ik heel fijn. Ik hou nooit van agressieve spray. En mijn gezicht is best wel mat. Ja, de enige glow die ik aanbracht is deze. Maar dat is niet zoveel. Dus ik ben wel toe aan iets meer glow, zeg maar. En ik zie ook waarom je hem als prep zou gebruiken. Want het is niet heel nattig of zo. Dus ook handig voor onder je make-up. Oké, het geeft een heel lichte, subtiele glow. En het heeft geen glitters. Dat vind ik heel fijn. En ik denk ook een heleboel van jullie. Want als we iets haten, is als je een glowy spray aanbrengt en je hele gezicht letterlijk glittert. Dat willen we niet. Het moet gewoon een hele mooie natural glow geven. Dat doet hij echt. Oh, ik vind het heel mooi. Deze in combinatie met deze geeft echt de mooiste natural glow ever. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de hele look. Wat vinden we ervan? Ik vind dat ik er echt mooi uitzie. Vooral deze wimpers. Oh my gosh, ik ben nog steeds... Dit zijn echt de winnaars van vandaag. Het is echt super mooi deze wimpers. Echt, mijn ogen zijn zo mooi amandelvorm. Zo helemaal zo mooi omhoog gelift. Terwijl mijn ogen dat echt helemaal niet zijn. I love it. Ik raad in principe vandaag alles aan behalve drie producten. Deze NYX Primer Stick vind ik niet zo. Je moet echt een hele specifieke soort huid hebben om het te laten werken. Ja, dat hebben de meeste mensen gewoon niet. Deze stick, ondanks de hype over nude sticks, vind ik hem niet zo. Zoals je nu ook ziet, is hij echt best wel veel op weg. Je kunt hem bijna niet zien. Ik zie nog vooral mijn contour en mijn bronzer. Maar deze niet echt meer. En het haalt gewoon echt de make-up eronder vanaf. En dat moet je niet hebben. Ja, en ondanks dat hij een prijs heeft gewonnen, denk ik toch dat ik hem niet per se ga aanraden. Vooral omdat je voor ietsje minder deze geweldig hebt van Laura Mercier. Die vind ik echt geweldig. Ik denk dat misschien sommige mensen hem wel fijn zullen vinden. Je kunt altijd deze kleine halen om hem te proberen. Maar al met al zou ik hem nog gebruiken? Nee, niet echt. Voor de rest vind ik alles geweldig. En ja, vooral gewoon deze wimpers vind ik heel mooi. De foundation, de concealer, deze lipstick ook echt super duper mooi. Deze ook heel mooi. Dus voor de rest vond ik het allemaal wel echt gewoon goed. Dus slechts drie producten die ik niet aanraad. Ik heb het al gezegd in de intro, maar alles staat ook beneden in de beschrijving. Mocht je iets willen shoppen. En ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. En ik wens jullie heel veel shopplezier. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!